Suriname heeft een cash-economie en geldstromen zijn moeilijk te identificeren. Daarom vraagt NDP-parlementariër Jennifer Vreedzaam zich af of de ontwerpwethoudende vaststelling van regels in zaken het voorkomen en bestrijden van money laundering en de financiering van terrorisme. Ze zal werken. Ze vreest dat deze wet een papieren tijger zal worden. Het is gemakkelijk om op dit moment, als we kijken nu hoe de geldstromen lopen, dat het heel gemakkelijk is om de gelden buiten de banken te houden. Dat is één. Twee, als we kijken naar de geldstromen van valuta binnen Suriname. Mijn eerste vraag is, waar halen de importeurs en anderen hun valuta vandaan? Als ze niet bij de banken kunnen betrekken, voorzitter, leggen ze die verantwoording af. Wanneer we die geldstromen niet kunnen identificeren en we de instituten niet kunnen versterken en duidelijke regels. En daarom ga ik die vraag stellen met betrekking tot de deviesregeling van 1948, waar we nu zien dat de commissie, de deviesencommissie, eigenlijk ongelijk, ze hebben taken nu, dat ik kan bijna praten van taken die een bank zou moeten uitvoeren. Dus zolang we bepaalde zaken niet goed, voorzitter, identificeren, versterken en bij wet de zaken beschermen, gaan we achter deze feiten rennen. En dan wordt dit inderdaad een papieren tijger. Reshma Mangre zegt dat de wet geen papieren tijger hoeft te worden en dat het uitvoerbaar is. Daarom is het belangrijk dat de Financial Intelligence Unit, FIU, verzelfstandigd wordt. Dat het zelfstandig kan opereren, dat het niet alleen hier bij wet is aangenomen, maar inderdaad dat het wordt toegerust met middelen, met financiën, zodat FIU haar werk kan doen. En alle meldingen worden dan via FIU doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie om dat te onderzoeken. De FIU resorteert onder het ministerie van Justitie en Politie en is een zelfstandige en onafhankelijke overheidsinstantie. Mangre pleit voor verdere verzelfstandiging van de FIU, zodat haar rol bij het voorkomen en bestrijden van witwassen en financiering van terrorisme beter tot uiting komt.